Goedemiddag dames en heren, jongens en meisjes. Namens het bestuur van Rijnsburgse Boys, haar fitnessclub en haar vrijwilligers heet ik u van harte welkom op Sportpark Middelbos voor de wedstrijd in het kader van de voorbereidingsseizoen 22-23 tussen Rijnsburgse Boys en USC Hercules. Een bijzonder woord van welkom aan onze gasten, spelers, staf, bestuursleden en meegereisde supporters van USC Hercules. Het is zaterdag 30 juni 2022. Warm welkom hier in de Theater of Dreams aan de teams van USC Hercules en Rijnsburgse Boys. Rijnsburgse Boys komt op 1 tegen 0. De doelpunt te maken van nummer 11, Virgil Zeldenrust. Hercules brengt de stand in evenwicht 1 tegen 1. De doelpunt te maken, de nummer 20, Dirk Hoogmoed. Twee wissels in het team van USC Hercules. In het veld gekomen zijn met nummer 5, Jorn van Gorkom. En met nummer 11, Tim Pieters. We gaan rusten met een 1-1 op het scorebord. Bij USC Hercules nieuw in het team gekomen onder nummer 8, Jordi Paulina.
Met nummer 15, Nick Kuhn. En met nummer 25, Kasper van Rietbergen. Rijnsburgs Boys heeft al 4 wissels toegepast. Nieuweveld. Met nummer 2, Roderick Gielissen. Met nummer 8, Mark Magan. Met nummer 14, Nino Klaver. En met nummer 28, Dennis van der Plas. En ook 3 nieuwe krachten in het team van Rijnsburgse Boys. Onder nummer 24 Lucas Leverland. Met nummer 32 Sjors Kramer. En met nummer 10 Jeffrey Jongeleden. Wissels bij Rijnsburgse Boys in het team komen met nummer 5 Jordi Stroker. En terug in het veld onder nummer 17 Jeroen Spruit. En met nummer 9 Dani van der Loot. Hercules komt op 1 tegen 2 minuten te maken, de nummer 11, Tim Pieters. Come on!
En zo eindigt deze voorbereiding wedstrijd in 1 tegen 2. Onze dank gaat uit naar de arbitrage van vanmiddag, de heren van Kommer, Westen en Habib, voor hun leiding bij deze wedstrijd. Dank ook aan USD Hercules voor hun komst naar de Middelmos. Wij wensen jullie succes in de voorbereiding en natuurlijk in de komende competitie.